Hoi, leuk dat je kijkt. In deze video vertel ik je alles wat je moet weten over het verzorgen van rhododendrons en azalea's. Met deze tips heb je ieder jaar een prachtige plant met supermooie bloemen. We spreken in deze video trouwens alleen over rhododendrons. Het verschil zit hem in de bloemgrootte. De azalea's zijn wat kleiner en sommige soorten verliezen in het najaar hun blad. Tip 1. Halfschaduw is het beste. Hoewel het vrij makkelijke planten zijn, willen rhododendrons het liefst op een plek staan waar halfschaduw is. Is het te donker, dan bloeien ze slecht. En is het te veel zon, dan kunnen ze snel uitdrogen. Hoeveel zon een rhododendron graag wil, is te zien aan de grootte van het blad. Hoe groter het blad, des te minder zon de plant nodig heeft. Bij een groot blad, zo'n 15 tot 20 centimeter, verliest de plant namelijk veel vocht en droogt hij sneller uit. Tip 2. Gebruik zure grond. Je krijgt de mooiste bloemen en de meest gezonde planten als je de juiste grond gebruikt bij het aanplanten. Ze hebben namelijk behoefte aan zure grond en dat ligt niet kant-en-klaar in je tuin. Ja, of je moet in het bos wonen, want daar is de grond meestal wat zuurder. En let erop dat je hem niet te diep plant. Het wortelstelsel van een rhododendron is erg oppervlakkig en de wortels hebben zuurstof nodig. Hierdoor heeft hij trouwens wel behoefte aan extra water tijdens droge perioden, dus let hier goed op. Je houdt de planten sterk en gezond met speciale voeding en door de bodem te verrijken. En zo maak je de planten ook weerbaarder tegen de taxuskever. Tip 3. Weinig snoeien. Ziet je rhododendron er goed uit met veel blad en knoppen, dan is snoeien niet nodig. Je kunt snoeien als de plant er niet gezond uitziet of wanneer hij te groot wordt. Ook kun je natuurlijk de uitgebloeide bloemen weghalen na de bloei. Je kunt hem tot op kniehoogte terugsnoeien. Ja, dan heb je misschien wel een flinke takkenschaar nodig, want die takken die kunnen heel dik worden. De plant heeft dan zeker wel een jaar nodig om terug te groeien. Gebruik voor de zekerheid wat wondafdekmiddel. En vergeet niet om direct het plantgat wat zuurder te maken. Dit waren de 3 tips. En heb je hier nog andere vragen over? Laat het ons dan weten in de comments. Bedankt voor het kijken. Doei!